raad ik trouwens echt aan. Die zelfbruinen. We zijn ready for day 2. En ik denk dat ik een nawerking heb van die prik, want ik heb een zware zweetaanval. Schat, Jeannette zei dat ik een zweetaanval ervan krijg. Je krijgt het ook weer gelijk. Zitten we lekker in de zonnetje. Ja, maar dat kan makkelijk. Met maar al mijn vriendjes en vriendinnetjes. Goedemorgen en welkom weer bij een nieuwe video. Het is vandaag donderdag en ik moet om 12:30 bij de hondenkapper zijn. Ik heb nog steeds Noah hier in huis en Bobby is er natuurlijk ook nog steeds. En ze gaan samen naar de trimsalon, dus dat gaan we zo even doen. En dan daarna, wat moest ik ook weer doen? Oh ja, daarna ga ik boodschappen doen, want ik wil echt even voor dit weekend alles in huis hebben. Omdat ik zaterdag en zondag open air heb, dan vind ik het echt vreselijk als ik dan maandag helemaal niks in huis heb. Dus ik wil echt even goed lekker alles hier vol hebben. En dat is het een beetje. En dan moet ik vanavond werken. En oh mijn god, en dan moet ik morgen nog één dag werken en dan gewoon een weekend open air. Ik heb er zoveel zin in. Alleen het weer zit echt niet mee ineens. Er staat nu echt dat het zaterdag gaat regenen. En zondag ook, moi. En dan ben ik zo bang dat het zich verplaatst, dat het zondag ook gaat regenen of zo. Want het is toch meestal altijd helemaal fout, dat weerbericht. Maar goed, we gaan het zien. Dus dat wordt weer heel leuk met het outfit kiezen. Warm, koud, regen, niet regen. Oh, nou wie wordt geknipt? Kan je zien? Kom eens kijken hoe je eruit ziet. Hallo. Nou. Noah is een beetje korter. Bobby is een flink stuk korter weer. Hey Kali. Hey Kali. Ik heb ondertussen even boodschappen gedaan bij de Dirk. Dus dat was wel chill. En het weer vandaag is niet echt hoe ik me had gekleed. Want ik heb een korte broek aan. Dus ik heb even een jasje aangetrokken. Die in de auto lag. En nu ga ik even die honden thuis afzetten. En dan ga ik even lekker onder de zonnebank. Ja, dat gaan we even doen. Wat eigenlijk helemaal niet mag. Want ik mocht 2 weken niet in de zon na het lezen. Dus of dit nou goed is wat ik ga doen, ik weet het niet. Maar anders ben ik super wit. Ugh, al die haren. Ik ben onder de zonnebank geweest. En ik heb nog even lekker de beste filet van Nederland gehaald bij de Hergo. Dat is echt de lekkerste, geloof me. En dit zijn trouwens mijn lievelingskoekjes. Dit zijn de beste die er bestaan. Knoppers, minis. Oh, ik kan gewoon zo'n hele zak op. En wat ik ook even heb gehaald. En dit raad ik trouwens echt aan. Die zelfbruiner van Adrialon. Oh nee, jezus. L'Oreal, sorry. L'Oreal. En ja, deze is wit, zeg maar, als je het opsmeert. En hij wordt echt heel mooi bruin en niet echt geel-oranje, weet je wel, wat je meestal hebt. En hij geeft ook niet af. Dus die raad ik aan voor alle mensen die bruinere benen willen op een feestje. Ik zal hem niet op je gezicht smeren, maar ik gebruik hem echt alleen voor mijn benen. En ik heb trouwens echt een nieuwe verslaving. Deze crackers. Zo kapot lekker. Noah, je hebt seks met mijn hond. Dat kan niet. En jullie tongen ook. Wat is dit allemaal? Je zit gewoon te rijden op Bobby, vies beukie. Oh, en mij wil je ook nog likken, zeker? Ja. Oh. Kijk, daar gaat ze weer. Noah. Sinds wanneer doe je dat? Gadver, je rijdt nooit op Bobby. Ik heb een pakketje binnengekregen van Love Boutique. Dus die ga ik nu even aandoen. En daar ben ik echt super benieuwd naar. Want het is wel echt iets wat ik normaal nooit zou bestellen. Maar ik dacht misschien voor een festival is het wel leuk. Oké, ik heb het aan. Nou, het is... ik lach nu alleen al. Om de reactie die ik van mijn vriend krijg. Die vindt dit zo vreselijk.
Nou, ik vind het niet eens zo heel erg. Ik denk dat het echt wel op een festival kan, maar ja, het is wel echt. Ja, of ik me er nou echt lekker in voel. Kijk, ik dacht misschien dit tasje er zo omheen. Wat even hoor. Gaan we dit doen? Dat zien jullie morgen. Roosje is ook op dieet weer. En we hebben wel wat gekocht. Ik heb een broekie weer gekocht. Aan de Air Ready. En een broekie met een witte streep van de Zara. Een keer wat anders. Eet smakelijk, schat. Lekker. Oké. Boosje is home. En ik heb mijn shirtjes binnen van even kijken hoor. Van Il Mio Collection. En dat zijn die Givenchy shirtjes. Hoe cute. Deze. Een blauwe. En een witte. Kijk, dit is die broek van de Zara. Zie jullie hem een beetje beter met zo'n witte streep. Dit is het rokje. Schattig, hè? Panter. Oké. Goedemorgen. Dit hondje kijkt mij zo al een uurtje aan. En mijn vriend zit met zijn piemel te slaan. Jeffrey doet. Ja, jongen. Wat is dat geklets dan? Noi. Oké, Bootje is zo goed als ready. Ik heb mijn top aan van de Zara, die ik al een keertje heb aangehad. Ik heb mijn nieuwe broek aan van Zara met die witte streep. En ik heb mijn alleroudste Vans aan. Ik heb alleen even een nieuwe veters er doorheen gehaald. Dan ziet het er nog een beetje fatsoenlijk uit. Ik heb nog wat sieraadjes omgedaan van de H&M erbij. En deze lippenstift trouwens is van Kiko. En die vond ik dus ergens helemaal achterin. En het is echt mijn kleur. Het is deze. En dan de nummer 105. Ja, I love it. Dus. Oké, en Jeanette belde net al aan. Dus die is nu bijna boven. Dan wacht ik op Sjordé, Kelly. Rebecca komt daarheen. Jeff komt ook later daarheen. Dus ja, zin in. Okay. Ik heb even een hele outfit change. Want mijn vriendinnen kwamen hier aan in rokjes. Zonder mij dat te melden. En ik moest dan natuurlijk ook een rokje aan. Dus ik heb een nieuw shirtje aan. Van Il Mio Collection. Die ik gisteren liet zien. Mijn nieuwe rokje van Chica, Winnie, Alice, Emmelaarsjes. En ik ben echt wel blij dat ik dit even heb aangedaan. Want het is even iets meer festival look. Mijn leren jasje is trouwens ook van de Zara. Maar die heb ik al super lang. Dus zijn jullie ready, girls? Ja. Oh nee, ik ben in love met je schoenen gewoon. Kijk hoe mooie schoenen ze aan heeft. Die moet je toch? Te leuk. Bij Vie. En er heeft hier iemand seks. Ze doet het echt sinds de dag. En ik heb twee zakjes buggel, chips op. Wat de fuck doet ze allemaal? Standje 69 gewoon hier dan. Kijk dan, het kontje. En het is gewoon, het is pas 11:15 jongens. Ik heb het gevoel alsof het 10:00 's ochtends de volgende dag is. Maar goed, ik ga nu douchen en dan ga ik lekker slapen. Dus jullie zien mij morgen bij day 2. Een hele goede morgen. We zijn weer wakker. En we zijn... Nou ja, ik ben helemaal nog niet bijna ready voor day 2. Want ik moet nog douchen, ik moet nog eten. Ik moet nog alles doen. Kijk hoe schattig. Oh, dit is echt heel lief. Hoe ze bij elkaar liggen. Oh, mijn schmoetje. Ja... Dat is toch niet normaal? Dat is toch niet normaal? Ja, Kelly komt hier nu heen.
met een hele lading McDonald's. Dus daar ben ik echt super erg blij mee. Want daar heb ik echt heel erg trek in. Ik heb vannacht serieus om 3 uur werd ik nog even wakker. Van de honger heb ik nog even crackers lopen eten. Zo'n trek had ik. We zijn ready for day 2. En thanks to Amanda hebben we volgens mij alleen Amanda zelf niet. Ja, Amanda nog gedaan. Oh, Amanda zelf heeft gewoon geen vlechtje in. Ja, hij staat zitten. Dat is echt heel erg. Maar Amanda wil die. We moeten lang naar beneden laten. Amanda heeft een belangrijke. En we hebben aan dit outfitje. Oh, mijn slippers heb ik nog aan. Ik moet mijn laarsjes aan. Ik trek mijn laarsjes aan hoor, jongens. Ik val buiten de boot. Rebecca is in een sportoutfit. Dit shirtje is van Love Boutique. En dit rokje is van. Nou, dat hè? Schat, waar heb ik dit rokje ook alweer gekocht? Waar heb ik dit rokje nou gekocht? Oh ja, Fablux. Dus wij kunnen gaan met die banaan. Dit is toch geweldig. We zijn echt de planten girls. En ik kijk bijna in Kelly weer. Poesje! Ik heb een broekje aan. Oh, je hebt een broekje aan. Nou, ik ben inmiddels ontwaakt en ik vergeet helemaal dat mijn waterding het niet doet tot 4 uur. Maar dat was ik even vergeten, dus ik kan niet eens doortrekken. Lekker dit. En ik voel me echt vies. Ben ik even blij dat ik vannacht nog heb gedoucht. Oh my god. Ik ga maar hier mijn handen mee schoonmaken. Oh mijn god, stel je moet nu vet nodig naar het toilet. Dan kan je gewoon niet doortrekken. Oh. Oké. Okay. Ik ben echt nog heel erg moe, zal ik jullie vertellen. Ik heb echt super slecht geslapen ook, man. Godkanonnen. Heet, koud, heet, koud. Ik kon mijn draai niet vinden. Au, en mijn nagel van mijn ding is een beetje gaan ontsteken, jongens. Dat doet echt weer pijn. Ik weet niet of het komt dat het gaat groeien of zo. Ik heb echt last ervan. Oké, ik ga nu even met die honden lopen en dan... ja, ik wou ook wasjes draaien, maar dat kan natuurlijk ook niet. Kutzooi. Ik zit onder Noah de haren. Een hele goede morgen. Het is alweer de volgende dag zoals jullie zien. Ik heb gisteravond gewerkt. Ik moet nu een hele dag werken. Ik werd vanochtend om 7 uur wakker van de pijn in mijn duim. Gisteravond toen ik aan het werk was, toen zag ik al dat het echt helemaal dik aan het worden was. En het is dus echt helemaal niet slim om op een nagel die eraf is geweest een nepnagel te gaan plakken. Want nu ziet het er dus weer zo uit en doet het echt fucking veel pijn. Omdat er dus gewoon geen luchtbuik komt. Ja, het klinkt misschien echt een beetje vies, maar dat pus dat kon er helemaal niet uit. Dus het is gewoon zwaar gaan ontsteken. En toen ben ik de hele tijd in de soda gaan zitten, maar dat hielp gewoon echt niet. En toen onderbrak Kelly mij, want die belde. Maar dat is wel echt één nadeel als ik met mijn telefoon film. Dat als mensen me bellen, schiet die uit. Nou, ik heb ondertussen gedoucht en we hadden het over mijn nagel. En oké, goed. Ik ga nu mijn werkkleding aandoen en dan ga ik een hele dag werken. Hola! En we zijn weer alweer bij de volgende dag. Want het bootje gaat naar de kapper. En het is 30 graden. En ik had liever buiten willen zijn. Maar dat moet even gebeuren voordat ik naar Bali ga. Dus ik ga nu naar Amanda toe, naar Salon B. Ik heb net even mijn hele huis schoongemaakt. En oh ja, ik krijg vanmiddag die prikken voor al dat gebeuren voordat ik naar Bali ga. En Jeanette zegt dat die prikken echt heel erg pijnlijk zijn. Dus thanks. Ja, ik haat prikken echt. Ik heb er echt een bloedhekel aan en ik vind het eng ook. Vond je die niet pijnlijker? Auw, ik heb helemaal napijn.
roept het op, man. Oké, mijn haartjes zijn weer helemaal mooi, thanks to a man. En ik heb mijn prikjes ook weer gehad. Die eerste deed geen pijn, maar die tweede wel een beetje spierpijngevoel. Ik ben even langs de juice ding gereden. Ik heb een soort van mango smoothie, maar hij smaakt niet naar mango. Hij smaakt een beetje naar een soort van gras of zo. Ik heb ook zo'n bal meegenomen. En wat nu de bedoeling is, ik rijd naar huis toe en het is nu eigenlijk, hoe laat is het, 4 uur. We gaan met de hele bende van ellende gaan we bij George Marina eten. Hebben we net even besloten, dus dat is wel echt super gezellig, want daar zit je echt heel mooi in zo'n zitje aan het water. Ik ben er zelf nog nooit geweest, maar ik zie het echt vaak voorbij komen. En omdat het vandaag lekker 30 graden is en het lekker tot 10 uur blijft, dus ja... Dat gaan we straks gezellig doen. Ja. We staan in de elevator en ik heb mijn Givenchy shirt aan. En mijn rokje van de Sahara. Givenchy. En mijn fans. Givenchy. En Jeffrey heeft mijn bril gejat. Nooit. Wel. Mijn bril. Mijn bril is dat, schat. En ik denk dat ik een nawerking heb van die prik, want ik heb een zware zweetaanval. Schat, Jeannette zei dat ik een zweetaanvallen ervan krijg. Je krijgt hij dan weer gelijk natuurlijk. Ik voel me helemaal niet goed en ik heb spierpijn in mijn arm. En ik heb nergens last. Heb je geen spierpijn in je arm? Nee. Nou, hoe kan dat nou? Oh ja, die mini. Nou, ik heb spierpijn in mijn arm en ik heb heel erg zweetaanval. Dus, dan zitten we lekker in de zonnetje. Ja, maar dat kan makkelijk. Met al mijn vrienden. Maar je hebt dan niet een lekker hotel. Nee. Dus dan kan je voor dat geld misschien beter toch op het hotel. Hi, wifey. Wat heb je lekker eten besteld, schat? Rippa heeft toen het wel, weet je nog? Godsgenoeg. Met een prutje. Rippa krijgt een prutje. Nou, we hebben een goed zonnetje in ons gezicht. En kijk eens hoe lekker. Ja, Kelly. En mijn chivisie hebben ze hier. Mag ik van jou een... En we hebben round 2. Ga dan mee. Oeh la la. Lekker even, schatje. Hi jongens. Ik heb echt heel lekker geslapen. Ik meen het serieus. Ik moet alleen nu wel echt een vlog gaan editen. Dus ik ga deze vlog afsluiten. Want dit is de vlog die ik ook moet gaan editen. Want ik loop zwaar achter. En dat vind ik echt kloten. Want... Ja, voordat ik naar Bali zou gaan, zou ik eigenlijk een paar vlogs had ik in de wacht willen zetten. Maar dat gaat hem dus echt helemaal niet worden. Ja, goed bezig, Bo. Ik heb nog steeds echt zo'n pijn aan mijn arm. Niet normaal. Oké. Ja, jullie zien mij later weer. Vond je het leuk? Vergeet er even niet dat duimpje omhoog te doen. Oké. Oké, dankjewel voor het kijken. Doei.